Vindt u veiligheid een belangrijk thema en waarom? Ja, ik vind het een belangrijk thema. We hebben natuurlijk vanavond een heleboel gehoord van andere dingen die allemaal met veiligheid te maken hebben. Maar ik voel dat we met Nederland en andere landen in Europa naïef weinig hebben gedacht over de militaire veiligheid. Ja, goedenavond allemaal. Een avond over Veilig Europa. We beginnen met Pieter-Jaap Almsberg en professor Beatrice de Graaf en Leef Muntjes. En dat is een beetje voor de derde helft. Het grootste veiligheidsvraagstuk voor Europa op dit moment. Cyberdreiging. En waar vroeger nationale veiligheid en internationale veiligheid twee terreinen waren, zijn die eigenlijk helemaal elkaar gelopen. En dat zult u herkennen, want alles wat er in de wereld gebeurt op veiligheid heeft direct zijn weerslag in Nederland. In technologie, in voorraden, in prijs, in economie, in demonstraties. Calvijn merkte al op dat interventie geboden is als een staat het recht met voeten treedt. En Kuiper meende dat de volkeren één familie vormen. Dat is ook wel mooi, want Calvijn en Kuiper gewoon nog in het programma worden geciteerd. Ik denk dat een oorlog in Oekraïne ons nu doet beseffen wat het risico is, wat er op het spel staat. Als het gaat om de nieuwe Europese Commissie, dan is het goed als er een eurocommissaris komt voor de defensieindustrie. En wat dan absoluut niet helpt, is dat we 27 nationale systemen hebben over heel Europa. Die dat allemaal toch een beetje op een eigen manier aanvliegen, aanpakken. Veiligheid is eigenlijk een basisvoorwaarde van iedere samenleving. Als Europa niet veilig is, dan hebben wij een heel ander leven. Dus ik heb wel een keer dat ik 's ochtends wakker werd en dat ik eigenlijk bezorgd wakker werd over de ontwikkeling van de afgelopen jaar of zo. Laten we het even bij een jaar houden. Nou ja, veiligheid is vandaag natuurlijk op allerlei manieren aan bod gekomen, dus het is eigenlijk een heel divers thema. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, maar dat je veiligheid is een soort randvoorwaarde, dat je het eigenlijk over de primaire zaken moet hebben. Dus over vrijheid van meningsuiting, over voedselzekerheid, over eigenlijk rechtvaardigheid. En vanuit daaruit stel je ook eisen aan de veiligheid en niet andersom. Dus veiligheid is niet het doel op zich.